Deze week zetten we bij dorpsiconen boer Ben Ammerlaan in het zonnetje. Wie is boer Ben? Wie is boer Ben? Ja. Het is een gewone burger, eigenlijk van boerenafkomst. En die heeft het boerenleven doorgezet. In de vorm van een boerderij met koeien. En echte melkkoeien. Melkkoeien die bijvoorbeeld zomaar 30 liter melk kunnen geven. Met uitzonderingen van, ja, van 50, 60 liter melk zelfs. Omdat dit koeien zijn die ik gefokt heb, speciaal op melk. En dan halen we bijvoorbeeld de vaderdieren of de sperma halen we bijvoorbeeld uit Amerika. Of uit Canada. Laten we even teruggaan in de tijd. Ben je hier ook geboren op de boerderij? Ja, ik ben de derde generatie Ammerlanen die hier op deze boerderij geboren is. Okay. Hoe was de gezinssamenstelling? Hoe ging dat hier? Ik kom uit een gezin van 10 kinderen. En daar ben ik zelf dus de tiende van. 3 broers of 3 zussen en 6 broers. En ben je als enige in het agrarisch vak verder gegaan? Nou, ja, ik ben als enige in het agrarisch vak verder. In zoverre dat mijn 4 broers zijn de tuinder geworden. En waar kwam dat door? Die hadden vrienden die ook tuinder waren. Of van tuinderszoons. En daardoor... Ze waren ouder als ik. En er kon er eigenlijk maar 1 koeboer worden. Want dan had je meer hectares nodig als voor tuinder. Want voor een tuinbouwbedrijf had je vroeger, en dan spreek ik over de jaren 60, 65, 63, 67. Toen waren die broers zeg maar 21, 22 jaar, kwamen ze van dienst. Of toen waren ze zelf, wilden ze ondernemer worden. En dan was het gemakkelijker om een tuinbouwbedrijf te stichten. Maar het is geen strijd geweest? Nee, het is geen strijd geweest. Want dat heeft ook weer te maken met het feit, doordat als tuinder had je dus in het weekend was je vrij. Maar als koeboer ben je in het weekend niet vrij. Want in het begin heb ik er ook aan getwijfeld. Of ik wel echt koeboer zou worden. Want ik had een vriend die woonde in de stad. En dan was ik in het weekend was ik vrij. Maar later toen ik 5, 26 jaar werd. Toen kreeg ik toch wel in de gaten dat er geen andere opvolger was als zodanig in het gezin. En toen heb ik gezegd, ik word boer. Want hoe ging dat hier vroeger in het gezin Ammerlaan? Een strenge jeugd gehad? Moest je veel meewerken ja, op de boerderij? Ja, we moesten inderdaad vroeger wel. Die 10 kinderen, die moesten allemaal wel eten. En er werd echt wel gewerkt ervoor, hoor. Want tegenwoordig vragen ze wel eens af van... Je krijgt het wel erg makkelijk. Dat is hard werk. Hoe zag een werkdag eruit bij jullie in de familie? 'S Morgens om 5 uur beginnen. Opstaan. Nou, toen ik helemaal 15, 16 jaar was en ik van de lagere school of van de middelbare... Nee, de lagere landbouwschool afkwam. Ja, toen wel. En dat is zo leuk, want vroeger wilde je als kind zijnde min of meer toch wel helpen. Omdat je er toch toe gedreven werd. Het was helemaal zo. Je vrienden, die waren ook, de meeste vrienden waren toch ook boer of tuinder. En er werd dan 6 of 7 dagen werd er toch gewerkt. Dus bij deze kwam je ook vroeg met je vader op. En zeker toen het moest. Het was zelfs zo, ik wilde graag koeien melken. Toen ging dat nog met de hand. Maar toen ik het eenmaal kon, toen zei mijn vader, ja, nou wel koeien melken. En toen vond ik het ook, ja, min of meer wel in het weekend erg, maar later niet meer. Toen ik het bedrijf overnam, dat is in 1970 geweest. Toen had ik overgenomen 25 melkkoeien, 4 kalveren en 4 pinken. Toen ben ik, dat is 1970, later ben ik het uit gaan breiden. Toen ben ik het ook gaan moderniseren. En toen ben ik naar 35 melkkoeien gegaan. 40 melkkoeien. Daarbij het jongvee, dus de kalver en de pinken. Toen had ik er ongeveer een 70. Aan de rechterkant, dat zijn pinken. Aan de linkerkant, dat zijn de 6 melkkoeien. En die zijn nu nog een beetje in rusten. Nou, dit noemen we nou een Oud-Hollandse stal. Waarom noemen we dit een Oud-Hollandse stal? Omdat de koeien, die staan vast. Die koeien staan vast. Dus elk kettinkie, daar kan een koe of een pink kan eraan vast. Zo kunnen die koeien ook, of pinken, die kunnen ook zelf drinken. Dan gaan ze op dat klepeltje drukken, dan kunnen ze gaan drinken. Dus ze hebben dag en nacht, als ze op stal komen, kunnen ze drinken. Dat is de koeienwc. Als het goed is, moeten ze daarin plassen en in poepen.
Zes koeien worden er gemolken. En die worden 2 keer per dag gemolken. 6:30 en 6:30. En s'avonds ook zo ongeveer. Tussen 6:30 en 7:30. Dat is dus bietenpulp. En dat komt droog aan. En dat wordt nat gemaakt. Dus het is geweekte pulp. Dat is voor de koe lekkerder. Wat boeit je zo enorm aan het boerenvak? Aan de dieren kan je de boer herkennen. Als je met de dieren omgaat, en dat is bij een burger ook zo, dan kan je zien of het dier goed verzorgd wordt of niet goed verzorgd wordt. Of een dier gemakkelijk is of dat die schuw is. Niet altijd, maar in de meeste gevallen wel. En hoe zijn de dieren van boer Ben? Die zijn heel aanhankelijk. Als je er maar mee om te gaan. En dat is met kinderen precies hetzelfde. Achter elke sterke man staat een sterke vrouw. Is er geen mevrouw Ammerlaan? Nee, die is er niet. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Ik denk, dat kan ook aan mijzelf liggen, maar ik geloof niet dat dat waar is. Ik denk dat dat ook iets te maken heeft met... Omdat je 7 dagen in de weer bent. Je hebt 7 dagen toch wel een verplichting dat je de dieren moet melken. En dat kan bij een vrouw vaak wel eens een struikelblok zijn. Mm-hmm. Wil ik niet zeggen dat dat niet kan. Want wat vind je van zo'n programma als Boer zoekt vrouw? Kijk je vind ik een heel goed programma. Ja? Ja. Daar heb ik van genoten. Dan zien de mensen ook in werkelijkheid wat er gebeurt op zo'n boerderij. Het zijn wel momentopnamen. Maar dat zal bij dit ook zo wezen, momentopname. Dus dat kan alleen maar positief zijn of negatief zijn. Maar ik denk dat je een langere tijd laat ik het anders zeggen. Ik denk dat ik zou best graag eens 24 uur met een politieman mee willen. Of 24 uur bij iemand in de tuinbouw willen werken. Om een definitief oordeel. Of een inzicht te krijgen, wat doet die man? Want dat merk ik hier met mensen aan de overkant ook van de Maartje van Offerstraat. Mm-hmm. Dat er loopt er wel eens een koe te kalven, maar die mensen weten niet eens wat de draagtijd is van een kalf. Je weet niet hoe een kalf geboren wordt. Hoeveel geeft een koe? Waar worden wij naar betaald? Is dat per aantal liters melk of is dat de inhoud? En al zulke soorten dingen meer. Dus ik vraag mij wel eens af. Het is zo jammer. Komt ook misschien straks nog een keer. Dat er zo weinig boeren meer zijn. Want de vertegenwoordiging van dat vak. Dat gaat sterk achteruit. Dus de mensen of de kinderen. Die weten niet eens meer waar de melk vandaan komt. Die zeggen bijvoorbeeld. Een rode koe die geeft rode melk. Of een bruine kip. Ja, geeft wel een bruin ei. Hè? Dat wel. Dus zo melk ik op het ogenblik 6 koeien en er is gisterenmiddag en vanmorgen controle van geweest. Wat ik net al eerder zei, eens in de 6 weken heb ik hier melkcontrole. Zo is er gisteren van 6 koeien dus een monster genomen. En dat monster dat is duidelijk voor afwijkingen van eventueel een celgetal waar je op afgerekend wordt en op eiwitten en vetgrammen. Hoe meer eiwitten, hoe meer vetgrammen, dus hoe dikker dat de melk is, hoe meer dat de boer uitbetaald krijgt. Er zal niet zoveel in zitten. Het is maar voor 6 koeien. Nee, maar dan vraag je af, hè. Want dat is natuurlijk het hele gedoe. Als ik in een fruitzaak kom, of bij een groenteman, dan ruiken naar fruit. Ja? Als je bij een boerderij komt, dan ruikt het naar stank van de koeien, eventueel. En als ik bij mijn jongste zus in de slagerij kom, dat is slagerschakel, dan ruikt het naar vleeswaren. Ooit lag deze boerderij in een rustige polder. 25 jaar geleden is Klapwijk hier ontsprongen. Ja, mensen waren natuurlijk niet gewend aan de boerderij en aan misschien wat vreemde luchtjes af en toe. Hoe is dat contact tot stand gekomen? Is dat is prima. Dat is prima. Ligt een deel aan de boer zelf. Wat ik zeg van, hé jongens, staat er open voor. Zorg daarbij dat het ook netjes verzorgd is. Hè?
Want er zijn natuurlijk gevallen, ja, dat komt ook in elk vak komt het voor, dat je bij denkt, nou, dat zou ik me eens niet laten zien. Dat kan eigenlijk gewoon niet. Ja, dat is gewoon iets, iets onverzorgd of iets, ja, dat kan niet. Maar ik als zodanig, ik sta er open voor. En je krijgt steeds minder land. Ja. Nooit overwogen om ergens anders te boeren of om te verhuizen? Nee, daar ben ik op dit moment ben ik daar te oud voor. Ik ben nu 67. En ik heb een keer mee kunnen doen met een reconstructie Monnikenweg. Dat was een tuinbouwgebied aangrenzend aan mijn land. Maar nee, toen was ik al 45 en ik had alles op orde. Dat wil zeggen, ik was vrij modern onder die omstandigheden. Met weinig onderhoud verder aan mijn gebouwen en aan mijn bewoning. Dus ik ben gewoon blijven zitten. En daar ben ik mee begonnen. Met deze kast, zeg maar, of met deze bekers heb ik dan behaald met het, het fokken. Want je wordt er, hoe moet ik dat nou zeggen? Je begint met het fokken en dan laat je zien tegenover die, met die tentoonstelling, met andere boeren, hoe zo'n kalf of hoe zo'n pink of hoe zo'n koe eruit ziet. Of die sterk genoeg is, of die goed loopt en of die goed gezond is. Ik heb hier bijvoorbeeld een pink op de 40ste jong, nee dat is een koe, op de 40ste jongveedag van jongveedag Nodorp in de keurcollectie Stien 8 was de kampioen. Jongveedag Nodorp is dat, in 1995 was die reservekampioen Oudere Pinken. Mm-hmm. Die foto die erachter staat. Dat was op de Goveka. En dat is de Goudse VNK tentoonstelling in Gouda. Heb die meegedaan, dat is een regionale keuring. Dat was echt zo'n lievelingskoel. En dan was die de beste van alles, van allemaal. Was die van de 70 dieren, was dat de miskoe. Okay. De miskoe. Dus eigenlijk heeft u al heel veel vrouwen. Om... Bij wijze van. Ja. Bij wijze van. Ik lever aan Campine Melkunie. En dan krijg je als een koe 100.000 liter melk gegeven hebt, krijg je een ijzeren koe. Of een zilveren koe. IJzer. Uiteindelijk is je van zilver. Mooi. En dan vaak als die koe dan 100.000 liter melk gegeven hebt, dan ga je er ook nog een foto van maken, want dat is natuurlijk wel iets... Iets bijzonders. Iets bijzonders. Als ik dit om me heen zie, en ik zie de vogels, de bloemen, en de planten, en dan mijn beesten, allerlei beesten, nou, dan geniet je toch sowieso. Dan hoef je helemaal niet naar de kosten. Dan zit dat gewoon bij de mensen tussen de oren. Toch?